Oké, Alex. 1 op 10 dat wij zo gaan zwemmen. Anti-witte. Ja, voor jou is het anti-wit. Jongen, jij bent gewoon overbelicht, zwart. En ik draai met de snow om zo. Wap. En nu ligt hij in de plom. Nou, net zoals met Koningsdag, jongens, gaan we weer slepen. Even door de McDrive met de boot. Film je? Nee, ik heb hem nu uitstaan. Dit is zo'n dom idee. Als we nu politie tegenkomen, ik vind dit niet verantwoord. Dit was niet mijn plan. Dit was niet mijn plan. Dit was niet mijn plan. Een hele goede morgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn wekker ging vandaag relatief op tijd om 9 uur 's ochtends voor de zondag. En normaal gesproken slaap ik altijd wel uit tot meestal tussen 10 en 12. Maar vandaag niet, want er staat vandaag iets leuks op de planning. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten / merken is het deze week echt prachtig mooi weer. Vandaag is voor mij dus zondag en vandaag wordt het ook hier, als het goed is, 4 à 25 graden. Way yo! En dat is natuurlijk super lekker, maar toen dachten wij... En met wij bedoel ik Ruben en Alex en ik. En ik weet niet wie er nog meer mee gaat, volgens mij Ruben zijn zusje. Maar we dachten, van dan is het een goed idee om te gaan varen. We gaan weer lekker varen, we gaan weer lekker op pad met de boot. Geen idee waar naartoe. Dat heeft Ruben allemaal bedacht. En ik ben nu dus onderweg naar Ruben om daar mijn auto te parkeren. En dan moeten we de boot even klaarmaken, even schoonmaken. Even de trailer koppelen aan de auto, dat soort dingetjes. Ik weet niet of we misschien nog wat boodschapjes moeten doen. Er moet nog veel gebeuren voordat we daadwerkelijk in het water liggen. Maar het belooft vandaag een hele chille, lekkere zomerse dag te worden. Kijk, daar zullen we ze al hebben. Hey, jochies. Hey, jij zult gaan je auto poetsen, man. Ja, het is verschrikkelijk, hè? Het is goor. Het is echt heel goor. Maar ik heb het een beetje opgegeven, want ik rijd één keer bij mij over de dijk en dan ziet het er weer zo uit. Ja. Zie je van mijn step? Ja, je bent ook fucked up, ik hè? Ben fucked up, ik ben ook fucked up. Ja. We zijn allebei fucked up. Ik denk oprecht dat alle. Zeg maar, in coronatijd ben ik geen één keer ziek geweest. Ja. Ik ben het nu allemaal aan het inhalen. Gewoon alles in één keer? Alles, nee. Ik had 3 weken geleden griep. Toen was ik fucked up. Nu verkoudheid, helemaal fucked up. Dit is top. Nou, ik ga de auto parkeren en dan kom ik naar buiten. We zijn eventjes verder in de tijd en de boot is clean en ready to go. Ja? Is die dat ding al omhoog? Wat ding? Van die aanhanger. Ik heb geen idee. We hebben de boot van binnen even schoongemaakt, even het doekje erin gehaald, even weer wat water eruit gehaald, want dat zat natuurlijk weer vol. En kijk, de vorige keer zijn we natuurlijk staande gehouden. Oh, Ruben die gaat ervoor door. Maar er zit er nou op de boot, de Rode Drift. Vorige keer met Koningsdag waren we natuurlijk staande gehouden voor controle. En toen werd er gezegd dat er geen naam op de boot zat en dat het schijnbaar wel verplicht is. Dus het zusje van Ruben heeft dat keurig geregeld. Gaan we alleen de boodschapjes nog even in de boot leggen, want die hebben we ook al gedaan. En dan is het tijd om heerlijk te gaan varen met het mooie weer. Oh, lekker. Nou, we hebben het overleefd hoor. Dan gaan we op het bootje. Het is een beetje een pauperbende, maar we moeten nog even inruimen. We rijden net weg. Of rijden, varen bedoel ik. We hebben er een beetje zin in. Woe! Jee! Ben je wakker, man? Nee. Nee? Beetje. Zometeen even zwemmen, denk ik. Nou. Nou? Dat klinkt wel als een plannetje. Ja, hier hebben we ook gevaren met Koningsdag, jongens. Een beetje dezelfde route. Hey, bruggetje. Tunnel even! Ah, net te laat. Tunnel is al voorbij. Ah, dat is lekker, joh. Het shirtje is alweer lekker uit. Het zonnebrandje zit op het huidje. Heerlijk. Genieten zo. Lekker een beetje huisjes kijken, andere bootjes kijken. Het is wel druk, man, op het water. Het is echt, ik had wel verwacht dat het een beetje druk zou zijn, maar zo druk. Zondag en mooi weer. Ja, 1 in 1 is 2. Oké, Alex. Zeg eens. 1 op 10 dat wij zo gaan zwemmen. 1 op 1. 1 op 1. Maar waar? Ik ga hier niet in de slag. Gewoon, dan zoeken we even een plekje. Ben je dat even uit het water? Oh, hier komt even een milieuactie. Blikkie uit het water. Helemaal liggen plekje. Het is zonde. Kijk, hartstikke goed. Eerst voor jou dan voor mij? Ja, is goed. 1 op 10. Okay. 3, 2, 1, 2. Oh, ik was te laat. Nog een keer. 3, 2, 1, 2. Ah. Nu voor mij. Okay. 3, 2, 1, 6. 1 op 5. Nu mag je op bed. Oh, Ruud. 1 op 5. Eerst voor jou dan voor mij? Ik ga al zwemmen. Oké, 1 op 5. 3, 2, 1, 3. Oké. Nu voor mij. 3, 2, 1, 5. Oh. Weet je, we gaan wel gewoon zwemmen. Fuck it. Ja, daar gaan we. Koppietij, meiden. We hebben allemaal lekker de shirtjes uit, jongens. Even lekker bijkleuren. Lekker te stuiteren over dat water. Anti-witte. Anti-witte. Ja, voor jou is het anti-wit. Jongen, jij bent gewoon overbelicht, zwart. Ja, we gaan even zoeken naar een plekje waar we kunnen zwemmen. Want het water is niet heel warm. Maar het is ook niet heel koud.
het is gewoon een beetje fris. Maar we willen zwemmen. Maar het is lekker hoor. Net in de binnenstad, nu lekker door de polders op het kanaaltje. Er staat alleen wel een beetje in de windje. Ja, hier wel. Ja. Hey, je ziet een beetje witjes, gaat het wel? Jongens, ik heb treurig nieuws. Ja, ik had net een heel mooi zonnebrilletje op. En ik draai met de snow om, zo wap. En nu ligt hij in de plom. Helaas. Helaas. Ik had zoveel leuk dat ik niet aan mijn bril. Ja, inderdaad. Maar ja, hè. Het leven gaat om komen, het draait om komen en gaan. En de tijd voor je bril was nu. De tijd om gaan. Je bril is weg. Oké. Okay. Langs te varen. Jij nog laatste woorden voor de bril? Ik vond het een hele mooie bril. Mooie herinneringen aan. Ik vond hem niet zo mooi, maar dat jawel, ik vond het wel een mooie bril. Hij past ook echt goed bij je. Iets te goud voor mijn doel, maar goed. Het was een grandioze tijd, vooral op het festival met de bril. Het was, We hebben genoten van de bril. Ja. Maar ik ga wel een nieuwe bestellen. Lekker. Moet ik bukken? Oh, verdomd, ik moet bukken. Nou jongens, daar gaan we. Hey baby, who? Ha! I wanna know if you'll be my girl. Komt ie! Even wachten! Licht, jezus. Ja, nu mis ik mijn zonnebril wel. Ah, ja, het is lekker, even lekker tot rust komen. Lekker dobberen. Maar het ding is, in Alkmaar varen is heel leuk, want je gaat lekker door de stad, lekker door de grachtjes. Maar die rondjes zijn een beetje kort, dus we hebben ongeveer 2,5 rondje gedaan. Dan gaan we nu langzaam richting de auto. En dan gaan we weer varen, maar op een ander plekje. Dat plekje, daar zijn we normaal gesproken, of dat is dus de plek waar we normaal gesproken varen. Bij Dirkshoorn, daar kunnen we ook even lekker zwemmen. Hier kan het op zich ook wel, maar ja, je zit toch wel met troep in het water. Je weet niet waar fietsen liggen en dat soort dingen. Daar wordt vaker gezwommen, dus dat is even veiliger. Nou, hij zit er weer op hoor. Op naar het volgende plekje. Aangekomen op het nieuwe plekje, maar het is gelijk awb.nl. Dani staat met pech. Hey, super hè? Prachtig! Doet het goed? Ja. Nou, dan wordt even trekken. Nou, gelukkig is Ruben goed voorbereid. Tenminste, ik wou zeggen hij heeft een touw mee, maar dat is een touw van andere boten. Gaan we eens even... Pop zijn beest, jongen! Gaan we eens even slepen naar een ander plekje toe. Want we hebben hier geen gereedschap, dus een beetje kloten. Nou, net zoals met Koningsdag, jongens, gaan we weer slepen. Helemaal top. Tunnel Davy! Let's go! Captain? Captain? Dit is wel een heel laag bruggetje, Captain. Oh, kijk, hij zit al. Het ja? Denk je dat als ik hier lig, dat ik het red? Ja. Je voelt het vanzelf, denk ik, hoor. Oh ja, dat red ik wel. Als je hem gewoon helemaal rechts pakt, kom maar goed. Dit gaat helemaal goed komen. Lager, hoor. Wie, ik? Alles. Oeh. Oh mijn god. Ja, makkelijk, joh. Kijk dan. Makkelijk, zeg. Dit gaat keurig. Ja, hoor. Toppie. We zijn heel uit aangekomen. Bootje met pech ligt hier langs het kantje. We zijn bij die andere autoboot ding inlading. Ruben gaat nog even varen. Die gaat even de benzinekraan leegvaren. Yo, mazzel. Hey, maar prima joh. Wij moesten weer de pleurensooi opruimen en dan gaan we natuurlijk weer plezier hebben. Kijk, ze gaan. Oh, oh, oh. Hey. We zijn even lekker aan het chillen. Wacht, ik zal even voor de copyright. Copyright? Oké. We zijn even lekker aan het chillen. De boot ligt daar. Ruben en Dani en Britt zijn er vandoor. Die zijn even de auto van Ruben halen. Want dan kunnen we deze boot ook uitladen. Maar Alex! Ik zat te denken. Kan jij een handstand? Zullen we dat eens proberen? Misschien krijg je dan wat energie. Want jij bent op het moment van binnen aan het sterven, denk ik. Ja, maar ik word en geklapt door verkoudheid. Ja. En ik word geklapt door de hooikoorts. Het is dubbele klappings. Dubbele fuck. Ja, het is dubbele klappings. Ja. Maar misschien als je dan op zijn kop staat, dan stroomt het er even uit, weet je wel. Zullen we dat eens proberen? Ik ben benieuwd. 1, 2. Oké. Jeet. Nou, dat was wel iets langer. Dat moet gewoon lukken. Oké. Wacht, ik vang wel één been. Ja? Ja. Hup. Oh. Ja.
Hij doet echt een halve salto als je dat doet. Zo, ik ben licht in mijn hoofd. Dat ging eigenlijk best goed. Ja. Ja. Nog een keer. Wacht even, hoor. Even. Ja, we zijn er weer. Ah, ja. En een ratslag. Hoep. Maar ik heb vroeger op turnen gezeten, hè? Ik ook. Hier, backflip. Zo, dat was hem. Dat was geen knip. Dat was gewoon een backflip. Dat kan jij niet editen. Weet ik niet. Het doet wel pijn in je polsen. Niks gewend. Nee. Oh. Zal ik eens ratslag proberen? Ratslag? Ja, dat moet te doen zijn. Dat kan iedereen. Oh, dat zullen we hem hebben. Dat zullen we hem hebben. Oké, ratslagje on the go. Hoppatee. Oh, jezus. Dat is bijna flikvlak. Nou goed, tijd om de spulletjes in te gaan laden en de boot eruit te slingeren, jongens. Want mijn maagje lust wel wat voer. Ja, we hadden broodjes en snackjes mee, maar dit is tijd voor. Dan gaan we één snackje bij de Gouden Boog. Maar, dan gaan we wel bestellen in stijl. Oké. Ik ben er klaar voor. Dit is weer een dom idee, jongens. Maar het is leuk. Het is leuk dom. Dit wilden we gewoon. Dit moet je een keer gedaan hebben. Oh, we gaan al. Oh god. Dit moet je gewoon een keer gedaan hebben. Even door de McDrive met de boot. Kan altijd. Kan altijd. Ik mag voor jou een quarter pounder zonder augurk. Ja. En chicken tenders met chili saus. Waar heb ik zin in? We hadden snacks mee, dus heel veel honger heb ik niet. Ik ga geen menu bestellen. Maar even een klein snackje. Even een burgertje. Een kleine milkshake. En de chicken tenders. Nee, ik heb iemand achterin zitten die ook nog even wil bestellen. Dus ik rij even een stukje door. Ja, dan komt het hoor. Even verder. Verder, 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 verder. Ja. Hallo. Hi. Mag ik van jou een normale hamburger? Ja. Een kleine milkshake aardbei. Ja. En de chicken tenders met chili saus. Dat was hem. Ja, dat was hem. Dan word ik 35 en dan kunt u doorrijden naar het volgende. Oké. On my way. Hallo. Ja, wil ik even pinnen als ik kan. Top. Nee hoor, zeg maar goed zo. Fijne avond. Yo. Ja hoor, ga maar. Film je? Nee, ik heb hem nu uitstaan. Oh, beter. Okay. Top. Het eten wordt zo gebracht. Ja, is goed. Top. Ah, top. Dankjewel. Yo. Ja hoor. Dat is pas Mackie ophalen in stijl. Hey. Gaan we er weer vandoor. Even lekker stukje varen. Nou, het zit wel lekker hier hoor. Even lekker uitwaaien, lekker die frisse lucht. Heerlijk. Oh nee, ga je dit echt doen? Ga je dit echt doen? Oh nee, hij gaat naar huis rijden. Dat ben je niet. Oh god. Dit is zo'n dom idee. Als we nu politie tegenkomen, ik vind het niet verantwoord. Dit was niet mijn plan. Dit was niet mijn plan. Dit was niet mijn plan. Oh god. Oh, ik vind het eng, hé. Holy shit. Oh mijn god. Maar ik heb wel Mackie. Oh. Hij rijdt gewoon niet naar de parkeerplaats. Ik wou zeggen, dit kan echt niet. Zo, even parkeren. Toch? Even parkeren. Oh, jezus. Dat ding stuit het alle kanten op, joh. Hey man. Hallo. Hey. Ik heb eten, boys. Reception. Nou jongens, dit gaan we even heerlijk opchappen. Zo, ze vonden het ongemakkelijk, hé. Ja. Ze zei, ik ben aan het filmen. Ik zeg, nee, niet. Ik ben normaal niet aan het filmen. Nou, wat had jij voor lekkers? Ik had tenders en een quarter pounder. Hé, ik had ook tenders. Natuurlijk. Hè. Lekker. Nou, eet smakelijk. Atje dan, doe Atje. Atje? Atje, kom. Nee, ik ga niet altijd. Ik ga hoofdpijn, dat heb ik al. Poesie. Tot dat brain freeze. Melk snor. Mooi streep. Vies, ik wil een shake voor me. Zo. Even abonneren. Oh, de rest blijft hangen. Ah, buikpijn. Ja, wat beneden! Het is mooi geweest. Klaar ermee. Afgelaufd. Ik doe mijn tas af. En ik ga lekker naar mijn bedje toe, jongens. De Mackie was even heerlijk. Even een klein snackje gehad. Want we hadden op de boot wel gewoon broodjes en zo gegeten. En het was een heerlijke, gezellige dag. Maar ik ben wel stuk. Zoals jullie weten ben ik natuurlijk een beetje verkouden. En daar ligt het energielevel niet heel hoog. Maar het was chill. Lekker de dag in de zon gezeten. En niet verbrand. Dat vind ik knap. Maar we hebben er wel op gelet met smeren. Dus op zich ook wel logisch dat we niet verbrand zijn. Maar meestal ben ik even goed verbrand. Maar deze keer gewoon niet.
Dat zie je gewoon niet. Dus lig ik niet in mijn bed straks en dat ik dan omdraai dat het gewoon zeer doet van de brandplekken, zeg maar. Dus dat is wel chill. Maar jongens en meiden, dames en heren, ik ga mijn bedje opzoeken. Ik ben kapot, ik ben stuk, ik ben klaar, ik ben af. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet het dan niet te belonen met een duimpje omhoog. En als je meer wil zien van mijn abonnees, van mijn dagelijks vlogs, kan je hier beneden abonneren. Helemaal gratis. De road naar 10.000 abonnees. Jullie weten dat we ermee bezig zijn. Geen idee hoe lang het gaat duren. Ik hoop dat we het ooit kunnen halen, maar heb ik jullie hulp bij nodig. En dan kan ik nog maar één ding zeggen, jongens. En dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Later.